We zijn bijna 2 maanden na het losbarsten van het jongste voetbalschandaal. Tenminste, 2 maanden geleden werd het werk van de speurders openbaar, want die waren er al mee bezig sinds eind vorig jaar. Sport is een bevoegdheid van de gemeenschappen. Maar wat hebben het Vlaams parlement en de Vlaamse regering intussen gedaan? Dag dames en heren, ik praat met Joris Pochet, Vlaams parlementslid voor CD&V, Peter Wouters, die voor de N-VA deel uitmaakt van het Vlaams parlement. En Bert Mooijaars, ook Vlaams parlementslid, maar dan voor de SPA. Welkom in het programma. Dank u. Allemaal, ja, sport, het is een bevoegdheid van de gemeenschappen. Jullie zijn Vlaams parlementslid. Maar ja, zoals zo vaak zijn er tal van raakpunten met andere niveaus, federaal, Europees, lokaal ook natuurlijk. Maar goed, wat kan de Vlaamse gemeenschap doen om de uitwassen in het voetbal tegen te gaan? Het is nu bijna 2 maanden geleden dat de bom is gebarsten met huiszoekingen, aanhoudingen en of ondervragingen van makelaars, trainers, clubleiders, scheidsrechters. Op een gegeven moment zijn zelfs enkele journalisten ondervraagd. En zie, deze week maakt Philippe Muiters, Vlaams minister van Werk en van Sport, werk is ook belangrijk in deze context, hij maakt bekend dat hij het werk van makelaars wat meer aan banden gaat leggen. Die gaan zich voortaan moeten registreren. Bert Mooijaars, een eerste goede stap in de richting, die registratie? Wel, ik denk dat het belangrijk is dat de minister wel initiatief neemt. Als er iets is wat we in de algemene opinie merken, is dat heel veel mensen zeggen van de karavaan toert gewoon verder. Het is wel belangrijk dat hij iets onderneemt. De maatregel die hij genomen heeft, vind ik op zich een eerste signaal. Maar ik denk dat er toch ook nog wel hier en daar mogelijkheden waren om dat meer uit te breiden. Om verder specifiek te gaan. Maar goed, laten we beginnen met die registratie van die makelaars. Is dat een goede stap? Dat denk ik wel. Dan weten we tenminste over wie het gaat, hè? Ja, ik denk alleszins dat dat een eerste goede stap is. Ik denk wel vooral, wat ik hier belangrijk in vind, is dat die makelaars die een borgsom moeten betalen om zich effectief te kunnen laten registreren. Ja, maar de borgsom, laat ons wel wezen, 25.000 euro. In het kader van de miljoenen die in het voetbal circuleren. Ja, 25.000 euro, dat is peanuts, hè? Ja, maar je kan natuurlijk niet garanderen dat je een kleine makelaar hebt die beginnend is. Die kan niet zomaar die 25.000 euro op de tafel leggen, terwijl er heel wat mensen zijn die wel veel centjes hebben en evenzeer met hun malafide praktijken kunnen verder. Even kort door de bocht geformuleerd. 1 transfer realiseren en die 25.000 euro is terugverdiend. Ja, maar je moet het wel op dat moment kunnen doen. En je gaat misschien toch een heel aantal jonge, enthousiaste, nieuwe makelaars ontraden om toch in dat beroep te kunnen stappen. Ja, goed, ik onthoud, die borgstelling vindt u alvast een goede eerste stap. Ik wil straks weten wat u nog meer had verwacht, want dat heeft u gezegd dat er had nog meer kunnen gebeuren. Peter Wouters, ja, die registratie van makelaars, een goede eerste zet of is er inderdaad nog meer werk nodig? Ja, er is zeker nog veel meer werk nodig. Het is een eerste stap. Ik denk ook een noodzakelijke stap. Want als iedereen eigenlijk op een morgen opstaat en zegt van voetbalmakelaar lijkt me iets. Op dit moment kan dat ook nog voor 500 euro. Dan is er voor totaal 25.000 euro, hè? Ja, het wordt 25.000, maar u vergeet nog een detail, want u vond het er net nog te weinig geld. Maar het is wel 3 keer in België, omdat we met de 3 verschillende sportfederaties zitten. Voor een goed begrip, ik vind het zelf niet te weinig geld. Ik vraag me alleen af, in het kader van de miljoenen die uitgegeven worden aan eerste klasse voetballers, is 25.000 euro natuurlijk niet zoveel geld, hè? Nee, dat is inderdaad als een peulschild. Als u naar de transfer van bijvoorbeeld Kevin De Bruyne gaat kijken, dan is dat een detail. Maar ik denk dat de meeste opportunisten nu toch wel even zullen nadenken van dan is 25.000 euro wel veel geld. En niet iedereen heeft direct een Kevin De Bruyne in zijn portefeuille zitten. Goed, er is een registratie nodig. Een adviescommissie kan die registratie intrekken of schorsen. Het gaat trouwens ook om internationale makelaars of makelaars die al elders bezig zijn en die dan hier in Vlaanderen komen werken. Joris Pochet, u heeft in eerdere tussenkomsten in het parlement al gewezen op die Europese dienstenrichtlijn die een vroeger strenger systeem dan we hadden in Vlaanderen heeft teniet gedaan. Is dit compatibel met die dienstenrichtlijn, denk je? De registratieverplichting die er nu aankomt? Ik denk het wel. Als het geldt voor iedereen op dezelfde manier, voor elke Europese Unie-burger, denk ik wel dat het compatibel is. Maar het voordeel van die registratie en die 25.000 euro is ook dat je daardoor het speelveld van makelaars verkleint en meer gaat afbakenen, waardoor dat die orde van makelaars waar wij voor
pleiten, minder werk zou hebben om een oogje in het zeil te houden. De minister noemt dat nu een erkenningscommissie. Eigenlijk gaat dat in dezelfde richting. Wat bij ons wel belangrijk is, is dat er op Belgisch niveau meteen gewerkt wordt. Want dat het niet direct 3 keer 25.000 euro per gewest is, maar dat er een Belgisch aanpak komt om in een tweede instantie ook op Europees niveau te gaan werken. Want dit is een markt die bij uitstek internationaal en Europees is. Dus voor ons liefst hoe internationaal hoger georganiseerd, hoe beter. Ja, u heeft in het verleden, onder meer toen de bom net was gebarsten in de plenaire, nog gezegd van ja, minister Muiters, ga eens met Europese collega's praten. U deed toen ook een oproep om de andere gemeenschappen daarbij te betrekken. De Duitsstalige gemeenschap, de Franstalige gemeenschap. Net om zo hoog mogelijk in die hiërarchie liefst op Europees niveau dingen te realiseren? Ja, dat was de bedoeling. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Ik denk het niet, want hij heeft het voorstel alleen gelanceerd. Het is natuurlijk een complexe materie, want je hebt de bevoegdheid vanuit de gewesten als minister van Werk, die bevoegd is voor de regelgeving rond de makelaars. En je hebt de bevoegdheid sport, die dan een gemeenschapsmaterie is. Dus je hebt daar verschillende niveaus die samenkomen. En dan heb op Vlaams niveau hebben we dat samengevoegd in één regering. In Franstalig België heb je er twee. Absoluut. En dan heb je ook nog eens het federale niveau dat bevoegd is voor heel het fiscale bijvoorbeeld. En ook de regelgeving rond een orde van makelaars, dat is ook iets dat federaal zit. Maar voor ons een tweede belangrijk punt dat een vooruitgang zou kunnen geven, is een verankering van uw club op lokaal niveau via een grotere supportersparticipatie. Ja, goed, dan zitten we op een ander thema. Ik wil het daar gerust over hebben straks. Maar ik hoor zeggen, Peter Wouters, dat uw partijgenoot Philippe Muiters misschien beter meteen de andere gemeenschappen had betrokken bij zijn plannen. Want nu heb je inderdaad dat systeem op Vlaams niveau. Maar goed, het had misschien ook nationaal gemoeten. Dus de Duitsstalige en Franstalige gemeenschappen hadden mee moeten doen. Ik vind niet dat u dat eigenlijk op die manier mocht stellen, want er moet iemand de eerste stap zetten in alles, in het leven is dat zo, in beleid. De eerste stap is een zeer belangrijke. Maar moet hij niet gaan praten met zijn collega's? Hij moet zeker gaan praten met zijn collega's, maar met al zijn Europese collega's, zoals collega Poché ook zei, het is een wereldwijd probleem. Ik denk zelfs dat we in deze tot zelfs de FIFA moeten gaan, dat nog boven Europa staat. Ja, de FIFA, de Wereld Voetbalbond. Maar goed, die Europese richtlijn, moet die aangepast worden, de dienstenrichtlijn? Want ja, dat zal dan Europees moeten gebeuren, hè? Bert Moyers? Wel, ik denk dat er inderdaad een makelaarswetgeving wel was in Europa, maar die hadden wij alleszins ook in 2011, maar Europa heeft ons daarop teruggefloten. Omwille van die dienstenrichtlijn. Dat klopt. En ik denk inderdaad dat Europa wel een taak heeft om hier toch wel verder in te gaan, dat je uniformiteit erin krijgt. Dus ik denk dat het wel een taak is voor Europa om daar effectief iets aan gaan te doen. Want wij kunnen hier wel op ons klein eilandje in dat geval blijven initiatieven nemen. Maar we blijven ook maar Vlaanderen uiteraard. Hè. Voetbal is een wereldsport. Dat goed, we hebben sport ooit in een staatshervorming verkaveld, over de gemeenschappen verdeeld. Het is wat het is natuurlijk vandaag. En daar moet je mee verder, hè? Dat is ook zo. Je moet roeien met de riemen die je krijgt natuurlijk. Soms is het een voordeel om te herverkavelen, soms is het ook een zijn nadeel als je alles heel ver uit elkaar trekt, dat je dan veel meer met elkaar ook moet gaan spreken over hoe je iets moet gaan doen. Dus de minister heeft in dit geval Vlaams een voortouw genomen, maar het is misschien inderdaad een opmerking om ook dat eens te bekijken over heel België, want uiteindelijk is het een voetbalschandaal dat hier in België is losgebarsten en niet puur alleen in Vlaams. Met huiszoekingen in Servië, in Cyprus, en er waren nog andere landen bij betrokken ook. Hè? Daarom juist. Ja. Nu, Joris Pochet, jij zei letterlijk in de plenaire, het verscherpen van de dienstenrichtlijn. Concreet, wat bedoel je daar dan mee? Wat moet dat worden? Wel, het grote probleem is dat er een versoepeling is geweest van de wetgeving rond makelaars. Ah ja, want er was een plafond op wat men kon verdienen bijvoorbeeld. Er was een plafond. Je moest op voorhand geregistreerd zijn. Dus je moest toeletting krijgen om te beginnen werken. En nu is eigenlijk de controle verschoven na de feiten. En moet je eventuele wantoestanden melden aan de KBVB, die dan actie onderneemt. Ja, de Belgische nu, ik voetbalbond. Zie daar bij de Belgische Voetbalbond heel weinig rond gebeuren. En ik ben dan echt verbaasd als iemand zoals een Mark Koeken zegt van het is de hemel die op ons hoofd valt. Ik denk dat we al langer aanvoelden dat er van alles gebeurde in een grijze zone in de voetbalwereld. En dat is heel jammer, hè, want voetbal brengt mensen samen. Het geeft speelplezier, het geeft kijkplezier, kameraderie. Verbindt mensen. En dan is het heel jammer dat het geld zo'n bepalende rol speelt en die voetbalwereld verrot
Dat vind ik echt onaanvaardbaar. Ja. Ik onthoud dat we blij zijn met wat vandaag op tafel ligt, wat uit de koker van minister Muiters is gekomen. Ik onthoud dat het ook bij de andere gemeenschappen had gemogen, liefst zo hoog mogelijk, zegt u. Maar u zei, ik had nog een aantal andere dingen verwacht. Wat verwacht u nog concreet? Wel, ik denk dat het een belangrijk aspect misschien toch niet bekeken is, dat de sportmakelaar zelf eigenlijk ook graag nog wel gerust wel wat verder gaan. Vandaag is er een vakbond opgericht van sportmakelaars die eigenlijk graag ook hun zeg er willen in doen en die best nog wel een aantal maatregelen gerust durven verder gaan dat er vandaag concreet, is. Concreet welke? Wel, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je heel wat die mensen die sportmakelaar willen worden, dat die eigenlijk ook een bepaalde opleiding laat volgen, dat ze een bepaald diploma zouden moeten kunnen verhalen en dat ze net iets verder gaan tegen dan... Nu, richting in sportmanagement bestaan vandaag al, hè, in het Vlaams onderwijs? Ja. Ja, dat klopt. Maar als je het vandaag kijkt, ik heb de minister een aantal keer aangehaald, het is goed dat hij daaraan het ook doet. Ik heb ook gezegd, vandaag kan eigenlijk iedereen, of tot op vandaag, kan iedereen voor €500 zich laten registreren als een sportmakelaar. We zetten er nu €25.000 op. Oké, dat is een afremmende maatregel om er niet allemaal... de eerste, de beste clown in te krijgen. Bij plus een registratie niet te vergeten natuurlijk. Dat klopt, klopt. Nu, de krant Standaard publiceert al enkele weken onthullingen van de zogeheten voetballeaks. Deze week nog het verhaal van een Belgische voetballer die als onderpand heeft gediend voor een lening van een Spaanse club bij een Canadees pensioenfonds. Ongelooflijk. Dit zegt natuurlijk, ik hoor u zeggen, ongelooflijk, dit zegt wel heel veel hoe sommige clubs, ik wil ze natuurlijk niet allemaal over één kam scheren, maar hoe sommige clubs en makelaars naar voetballers kijken als een beleggingsproduct. Carrasco, die naar de fameuze topploeg van Dalian Yifan... Ik wou hem niet noemen, maar goed, is, heeft het dan bij deze toch gedaan. ...is getransfereerd. Dat is, als je dat eigenlijk bekijkt vanuit ethisch, vanuit menselijk, vanuit sportoogpunt, is dat onaanvaardbaar. Die jongen, want hij is toch nog een stuk jonger dan ik, die zijn carrière, die gaat daar absoluut niet op vooruit. De sportliefhebber heeft daar niks aan. En het enige doel nu lijkt wel te zijn, op welke manier kunnen we spelers zoveel mogelijk van club doen veranderen, goed, dat we telkens een commissie schrijven. Maar hoe kan je daar als Vlaams parlement iets aan doen? Ja, dat kunnen wij niet op Vlaams niveau. Dat is heel simpel. Dan moeten we geen blaasjes rondwijs maken. Dat moet op Europees niveau gebeuren. Maar goed, in eerste stap dan, om terug te keren naar die maatregelen van minister Muiters. Makelaars mogen niet meer werken voor jongeren onder de 15 jaar. Een vergoeding bij bemiddeling van minderjarigen mag niet meer. Dat is dan misschien een eerste stap om de voetballer als beleggingsproduct, om dat uit de wereld te helpen, Peter Wouters? Ja, zeker en vast. Maar de jonge spelers als beleggingsproduct is ook niet nieuw, denk ik. Nee, maar daar moeten we het niet goed vinden. Nee, het is zeer verwerpelijk, maar de bepaalde voetbalscholen die hier gecreëerd zijn met allemaal importspelers, die op zeer jonge leeftijd uit hun familiale omgeving worden gerukt, omdat ze misschien ooit goed tegen een bal gaan kunnen stampen, dat is gewoon verwerpelijk. En daar, die verwerpelijkheid, dat kunnen we wel als Vlaams parlement naar voren brengen. We kunnen misschien geen daden stellen, maar onze... Tenminste op de agenda plaatsen. Dat denk ik dat het zeker onze taak is. En ik denk dat minister Muiters dat duidelijk heeft gezegd, dat hij dat meeneemt naar het overleg met al zijn Europese collega's. Dat is dan nog niet de oplossing, maar het is weer een volgende stap. Dus ik denk dat we op die manier wel ergens een gevoel gaan kunnen creëren waar dat iedereen mee op die kaart stapt en zegt van ja, dat kan echt niet meer. Daar moeten we waakzaam voor zijn. Ja, Bert Moyaerts, voetballers als beleggingsproducten. Goed, Carrasco zal er financieel ook niet slechter op geworden zijn natuurlijk. Maar goed, als makelaars niet meer mogen werken voor jongeren onder de 15 jaar, is dat een goede stap van de minister, een goede maatregel? Wel, daar valt zeker iets voor te zeggen. Maar tegelijkertijd moet je ook nadenken van makelaars mogen niet werken met jongeren onder de 15 jaar. We hebben ook deze week ook een zeer specifiek geval gezien van een jonge Fin die naar Racing Genk gehaald wordt. Hij is ook maar net 15 jaar. Wel, ik denk wel dat zo'n mensen ook wel die je dan haalt, wel een goede professionele begeleiding nodig hebben. Maar kan de club dat niet? Ik denk dat wel bij Racing Genk een zeer goede omkadering zal zijn, voor alle duidelijkheid. Dat wordt ook gekoppeld aan de topsportschool enzovoort allemaal. Dus ik denk dat dat wel een zeer goed signaal is. Maar ik denk dat het probleem zich echt dat zich aankaart van dat er nog heel wat immoreel gedrag zal blijven sowieso. En is dat onder de 15 jaar, moeten spelers vooral heel graag willen spelen. Moeten ze plezier in het spel willen hebben. En ik denk dat dat ook nog op iets latere leeftijd... Maar niet langer met makelaars, zegt de minister.
Dat hoor ik hem inderdaad ook zeggen, ja. Maar de vraag is natuurlijk van, waar ligt de grens? 15, 16, 17, 18 jaar. Ik weet dat een speler heel graag vroeg wegplukt, niet onder de vorm van makelaars. Maar zo'n jonge speler mag bijvoorbeeld wel geïnformeerd worden of hulp krijgen via advocaten. Daar zijn ook wel... Ja, ik kan me inderdaad best voorstellen dat een vader of moeder een talentrijke zoon of dochter hebben, maar zelf een drukke job hebben, misschien nog wel andere kinderen in huis en geen tijd hebben om die jongen of dat meisje te begeleiden. En dan is die begeleiding wel mogelijk? U zegt een advocaat eventueel? Ja, dat is op dit moment is dat wel mogelijk. Een makelaar is dat niet meer. Ik vraag me soms af wat dan de beste begeleiding kan zijn. Kan een voetbalmakelaar u dan niet beter in uw proces begeleiden dan bijvoorbeeld dat je daar een raadsman voor instelt in de vorm van een advocaat, wat wel in principe nog mag. Ik zie jou knikken, Joris Posje. Ja, ik denk dat we vooral moeten kijken naar de voetbalsector zelf, die nu eindelijk eens met concrete en doortastende maatregelen moet komen. Want we kunnen daar niet op blijven wachten, anders zullen wij zelf maatregelen nemen. Een vraag die bijvoorbeeld gesteld moet worden is of dat elke makelaar zomaar makelaar kan zijn voor spelers en voor een club en voor een trainer. Want het spreekt voor zich dat als een makelaar makelaar is van trainer X en die heeft daar spelers bij, dat die dan uiteraard een grip heeft of een invloed op die trainer om te zeggen, laat maar speler X een beetje spelen in die match, want dan heeft hij krijgt hij een uithangbord en heeft hij waarde om nadien verder te verhandelen. Mm-hmm. Dat zijn heel moeilijke zaken, heel moeilijke vragen, waarop ik denk dat de sector op dit moment zich moet buigen en met een helder antwoord komen, omdat zij daar het meest van op de hoogte zijn. Maar als zij daar niet met doortastende voorstellen komen, dan gaan wij zelf met voorstellen moeten komen. En dingen verbieden, bijvoorbeeld makelaar zijn voor en een club en een speler en een trainer, dat niet meer kan. Maar kan je dat vanuit de Vlaamse overheid opleggen? Ik denk dat dat moeilijk gaat zijn. Ik denk dat we dat op Europees niveau dan moeten bekijken of dat mag. Hè. Dat je van uw vrijheid van diensten en goederen, dat je dat kan behouden. We komen daar toch telkens op terug. Ja. Hè. We hebben sport bij de regio's ondergebracht, maar we moeten telkens over overleggen. Mm. Ik hoor u een stemmend knikken van ja, inderdaad, overleg op Europees niveau. Ja, dat kan ook niet meer eens. Sport is een mondiaal gebeuren geworden. De tijd dat de grootste wedstrijd van het jaar... En daar ligt Antwerpen, ik zal de twee grote steden van ons land toevallig gebruiken. Antwerpen de vorige keer in eerste klasse speelde. Ja. En dat dan nog op een boshal was die dat gevuld was met 60.000 mensen toen. Maar dan was dat eigenlijk een lokaal gebeuren. Maar nu, de meest belangrijke wedstrijden, waar we inderdaad terug 60.000, 70.000 toeschouwers zijn, die zitten op Europees niveau. Ja. Dus we moeten daar goed, we gaan op Europees niveau een aantal dingen moeten regelen. Die dienstenrichtlijn moet misschien herbekeken worden. De rol van die makelaars, want ja, Vlaanderen had een strengere regelgeving. Mm-hmm. Heeft die omwille van die dienstenrichtlijn moeten afslanken? Nu, er zijn ook tal van spelers van buiten de Europese Unie aan het werk in ons land. Moet minister Muiters de minimumlonen voor die spelers optrekken? Ja, dat vinden wij wel. En mijn collega's in de Kamer, Roel de Seyn en Stefan Verkamer, hebben daar ook al een aantal voorstellen gedaan om die minimumlonen op te trekken. En ook om de bevrijdende belastingtarieven gelijk te leggen. Dus op dit moment, tot 2007... was dat 33% voor een Belgische speler en 18% voor een buitenlander, waardoor dat er een nadeel was voor de Belgische speler. Men heeft dat proberen gelijk te trekken, maar er zijn nog altijd fiscale voordelen voor buitenlandse spelers. En er moet... Ook dat gaat in de Kamer moeten geregeld worden. En er moet een gelijk speelveld komen. Ik denk niet dat Muiters daarvoor bevoegd is. Nee, minimumlonen ook niet? Nee, ik denk dat dat federaal is. Ja, maar goed, los van de vraag wie het moet organiseren, moeten die minimumlonen omhoog? Ik hoor... Van wel, bij de CD&V? Ongetwijfeld, maar ik denk dat we weer komen op de kern van de zaak, dat we dat weer Europees gaan moeten aanpakken. Want dat de regels in waarom? Vlaanderen, in België... In Nederland liggen die minimumlonen vandaag veel hoger dan bij ons. Ja, daarom. We mogen allemaal naar die hoge standaard gaan, want op de duur ga je moet de verschuivingen... Moet je toch niet wachten op andere initiatieven in andere landen? Nee, ik zeg niet dat je moet wachten, maar dat hier ook weer een consensus kan gemaakt worden, dat veel sterker gaat zijn, dat overal die regel telt, veel duidelijker voor iedereen. Want op den duur, je hebt als makelaar je boekje van welk land is voor welke type nu interessant. En als dat zijn taak wordt, dan is hij ook niet meer met zijn spelers bezig. Hè. Dan is hij echt aan het kijken van, op een Excel-tabelletje van de gegevens ingetikt en daar, dat komt eruit.
denk niet dat dat de oplossing is. Maar goed, de minimumlonen, Bert Moyaerts, moeten omhoog voor CD&V, voor SPA ook? Wel, ik denk dat dat een vorm van oneerlijke concurrentie die je tussen de spelers gaat krijgen ook gaat veranderen. Als je vandaag op de Belgische voetbalploegen gaat kijken in de eerste klasse, een topvoetbal, dan zijn er heel weinig Belgische spelers ook bij. En dat komt ook onder andere door die maatregel dat het veel interessanter is om een goedkopere buitenlander te halen tegen dat je een Belgische speler die talentvol is een plaats geeft in het spel zelf. Ja. Nu, we zijn nu toch over die andere niveaus bezig. Het kan ook niet anders, hè. In het geval van voetbal. Nu, de commissie die zich in het Vlaams parlement over sport buigt, waar jullie alle drie deel van uitmaken, die heeft vorige week nog een hoorzitting gehouden over het profvoetbal. En hoewel het iets is wat dan federaal moet worden geregeld, het ging ook in die hoorzitting al gauw over die kortingen, hè, op de sociale bijdragen waar profclubs van genieten. U zei al een paar keer, het is wachten op initiatief van de sportwereld zelf. Nu, minister Maggie de Blok zit ook te wachten en wil niet meer wachten, heeft haar diensten gevraagd om dat systeem te herbekijken. Een goede zaak, Bert Moyaerts, dat daar wordt naar gekeken? Maar ik denk dat dat absoluut nodig is. Vandaag kunnen die clubs echt wel van een serieuze korting rekenen op voorwaarden ze terug herinvesteren in jeugdwerking. Alleen is dat vandaag voor ons totaal niet duidelijk. Nu, een studie van de WAT heeft afgelopen zomer uitgewezen dat er 38 miljoen zou geïnvesteerd zijn in het jeugdvoetbal. Ja. U had het in de hoorzitting over 26 miljoen. Nu, los van de vraag hoeveel het precies is, het zit er wel in. Ja, maar het is voor mij vandaag niet 100% duidelijk op welke manier dat ze investeren. Het kan goed zijn, het kan perfect mogelijk zijn dat je een speler die in de eerste klasse voetbalt, dat je gewoon die zijn contract erbij betaalt als die jonger als 23 jaar is, omdat je hem nog onder de jeugdwerking laat vallen. En dat kan toch helemaal niet de bedoeling zijn dat de overheid geld gaan gebruiken om de lonen van profvoetballers te gaan betalen. Heeft de Vlaamse overheid de tools om daar controle op uit te oefenen, Joris Pasje? Ik denk dat dat volledig op federaal niveau zit. De overheidsdienst Financiën is daarmee bezig. En ik heb een aantal cijfers gezien van boetes die men wel heeft uitgeschreven in de jaren 2012, 2013. Dat is toch gezegd door de minister in de federale kamer. Maar het is natuurlijk een groot probleem, hè. Niemand volgt dat 100% waterdicht op. Dus ze moeten 70% van de bedrijfsvoorheffing niet betalen. En ze moeten dat gebruiken voor de jeugdopleiding. 70% van de bedrijfsvoorheffing, de cijfers lopen uiteen, maar volgens de minister in de Kamer gaat het over 45 miljoen euro dat niet doorgestort moet worden. Dus dat is een belastingsvoordeel van 45 miljoen euro die moeten geïnvesteerd worden in jeugdopleiding. Wij krijgen dan de club zeggen, wij doen dat. Ja, maar we weten niet wat daaronder juist valt. Hè. En de Pro League spreekt dan opeens van 26,2 miljoen. Dat is dan nog een ander getal dan Deloitte. Trouwens, in alle kritische constructiviteit, ik heb nog niet vaak geweten dat een groot onderzoeksbureau of een accountancybureau bij een opdracht van een privé-opdrachtgever tot een conclusie komt die tegen de belangen van die opdrachtgever gaan. Ja. Maar bon. Goed. Los daarvan is de roep naar transparantie niet de bottomline boodschap? Meer transparantie ook in het voetbal? Ja, maar ik denk dat we in deze vraag zeker niet mogen vergeten dat ook andere sporten hier van profiteren. En die zijn veel kleiner. Te gaan, ja. En die zouden we echt wel een genadeslag krijgen als dat systeem wordt afgeschaft. En dan is met topbasket, topvolley, om er maar twee te noemen, gedaan in Vlaanderen. De vraag is dat er vanuit de liga zelf iets zou komen. En ik denk dat dat de beste manier is. Ze hebben eigenlijk tot eind december gekregen. Ik denk dat we dat ook moeten respecteren, die deadline. Ook minister Muiters heeft nog eens een oproep gedaan deze week. Ja. Om met een voorstel te komen. Minister, heel kort nog, want we hebben niet zoveel tijd meer. De hoorzitting is gepasseerd. Jullie hebben vragen kunnen stellen. Er zijn ook al vragen gesteld in de plenaire. Maar goed, wat nu? Wat gaan jullie nu verder doen als Vlaamse parlementsleden in dit dossier? Ja, wat mijn prioriteit is dat er voldoende geld gaat naar de jeugdopleiding en ook naar de vrouwencompetities. Naar en dus we moeten dat opvolgen, dat er een controle is, dat men verschillende overheden desnoods samenzet om te zien wat er waar geïnvesteerd wordt. Het kan niet zijn dat Voetbal Vlaanderen bij ons komt smeken om 1 of 2%
van de televisierechten te hebben om te kunnen investeren in jeugdvoetbal. En dat gaat voetbal over... Vlaanderen tussendoor, dat is de VZ2 boven de amateur. Voilà, dat is alles onder de eerste en de tweede klasse van vroeger. Om dan aan 1 à 2 miljoen euro te komen, terwijl dat er op federaal niveau gesproken wordt over een belastingsvoordeel van 45 miljoen euro, dat moet geïnvesteerd worden in jeugdopleiding en niemand kan eigenlijk goed zeggen waar dat dan naartoe gaat. Ja. En dat is iets wat we moeten aanpakken. En Voetbal Vlaanderen is wel degelijk Vlaamse bevoegdheid. Hè? Ja, Voetbal Vlaanderen krijgt 4 miljoen euro van de Vlaamse overheid per jaar om rond voetbal te werken. 4 of 5 miljoen. Maar als je dat afzet tegen die andere bedragen, dan is dat peanuts. Hè? Dus als we daar een beter zicht op krijgen, dan kunnen we ook een duw geven aan kwalitatieve jeugdopleiding en ook dat vrouwenvoetbal. En vrouwenvoetbal. Bert Mooijaars, om af te sluiten, ook voor jou dezelfde vraag na de hoorzitting. Wat staat er nog op het programma bij jou? Wel, ik heb sowieso begrepen dat we nog de intentie hebben om een nieuwe hoorzitting te doen. En ik denk dat we daar zeker ook eens de makelaar zelf moeten betrekken. Mm-hmm. En voor de rest denk ik dat er ook heel veel nood is aan een zeer onafhankelijk controleorgaan. Ja, met hen praten in plaats van over hen te praten. Ja, ja. Slotvraag ook voor jou. Na de hoorzitting, wat nu? Ja, ik denk dat ik kan aanschatten bij de collega's. Hè. Er moet een vervolg komen qua hoorzitting met de makelaars liefst. Het is een partij die we niet hebben gehoord. Ja. En inderdaad, dat de middelen die dat er vrijkomen door alle voordelen die dat ze hebben van alle aard, dat dat inderdaad naar jeugd, amateur, G-voetbal, de communitywerking, dat eigenlijk voetbal, waar we er straks mee begonnen, zo'n sociale functie echt waar maakt. Oké. Okay. Heel kort nog, wie gaat dit weekend naar een match gaan kijken? Van jullie? Niemand? Nee. Hugo? Naar wie gaat u kijken? Nee, Stabilino Olvac. Wat? Stabilino Olvac. En in welke reeks zitten we dan? KVV. Dat is recreatievoetbal en dat is heel plezant met de nodige pinten. Goed, daar gaat u naar kijken. In elk geval bedankt Peter Wouters voor dit gesprek. Bert Mooijaars van de SPA ook bedankt voor dit gesprek. Joris Pachet van CD&V. Eveneens bedankt om tot hier te komen. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.